Yo, mijn naam is Calvijn en ik vraag me vandaag af, kun je doen alsof je autoverkoper bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen autoverkoper bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof, doen alsof, kun je doen alsof. Oké, goed. Vandaag word ik omgetoverd tot autoverkoper Mike. En er komen meerdere nietsvermoedende klanten binnen. En ik moet ze allemaal laten geloven dat ik een echte autoverkoper ben met echte kennis van zaken. Terwijl ik er eigenlijk geen reet van af weet. Als het slachtoffer de zaak tevreden verlaat, dan scoor ik een voldoende. Maar als de klant ontevreden is of zelfs tussentijds wegloopt, dan scoor ik een dikke vette onvoldoende. Aan het eind van de aflevering berekenen we het gemiddelde van alle cijfers. En dan zullen we erachter komen of je inderdaad kan doen alsof je autoverkoper bent, terwijl je er geen reet van snapt. Ik heet vandaag Mike en ik kom uit Purmerend en ik praat een beetje zo. En ik ga mensen de mooiste auto van hun leven proberen te verkopen. Aan het einde van het verkoopproces stapt Sam met ze in de auto voor een testritje. En gaat Sam aan ze vragen of ze het goed vonden of niet wat ik deed. En wordt u goed geholpen door Mike? Dan kunnen we op die manier erachter komen of ik het een beetje goed gedaan heb of niet. Oké. Hier is de deur. Kut. Dag meneer. Goedemiddag, hoe maakt u het? Hey. Goed, Mike. Ja. Wat gaan we doen vandaag? Wat komt u voor kijken? Wat is die jongen? Giulietta, Guardiola Verde. Inderdaad, een QV inderdaad. U heeft verstand van zaken, merk ik al. Ja, ik ben een Alfisti. Sorry? Ik ben een Alfisti. Een Alfisti? Ja. Nou, dan zijn we met z'n tweeën Alfisti's, zal ik je vertellen. Maar ik heb bijna het idee alsof ik u niks meer kan bijbrengen over de wagen. Ik bedoel... Hoe oud is die? Ja, hij komt uit 2011. En er zijn een aantal eigenaren voor geweest. 4 om maar lief te zijn. Oh. En, maar waarom doen ze hem weg? Ja, dit was een mooie auto, hè? Ja, dit is dus een. Het was van een oud vrouwtje. En die heeft er uiteindelijk. Ja, die vond het gewoon te sportief. Deze is sowieso. Ja, ik ben er verliefd op, man. Ik vind het echt geweldig. Ook als je kijkt. Het is een sportwagen in 5 uur. Inderdaad, nou ja, waar zie je dat tegenwoordig nou nog, weet je wel? En zo mooi afgewerkt ook, de voorkant. Poh. Ik wil nog heel veel laten zien wat er onder de motorkap zit, dat er wel degelijk iets onder zit. Daar gaat ie. Kijk eens. Ja, dit zijn... Hier word je gelukkig van. Hier word ik persoonlijk rijden enthousiast van. Kijk, ik krijg allerlei soorten klanten. Sommige mensen weten niet hoe het eruit is, vloeistof, hoe of wat, olie en zo allemaal. Maar ja, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Nou, zullen we er even een rondje mee rijden? Ja? Vindt u dat leuk? Ja. Gaan we hem even... Ja, soms een beetje moeite met die... Sam, daar moeten we nog wel wat aan doen hoor, hier al. Maar dit zijn inderdaad wel... Kijk, dit is beter. Ik zal hem even naar buiten rijden. Iets te ver. En nu is het hier helemaal om. Op deze kant. Zeg maar als ik hem aantik aan rechts hoor. Klein beetje naar achteren. Zo is goed toch? En dan gewoon er doorheen jagen. Ja, dat bedoel ik. Oké. Okay. Deze gast wist echt heel veel van de auto's af. Sluiter staat erin. Oh. Oh. Daardoor begon ik een beetje te veel, een beetje te doen en te praten. Wat vindt u van Mike? Vlot. Ja. Iets te vlot. Daardoor heeft hij misschien wel een beetje vermoeden dat het niet helemaal pluis is. Ik heb wel het idee dat hij me een 6 geeft of zo. En als u Mike een cijfer moet geven, wat voor cijfer krijgt hij dan? Oké. 7. Oké. Ruim. Niet gek voor een eerste. Goedemiddag. Dag dame en heer. Jullie komen even kijken. Ja. Ja, we komen even kijken. Wat, u wilt iets kleiners? Ja, iets kleiners. Ja. Dit is echt een prachtig bakkie. Dit is echt heerlijk. Deze verkopen we ook vaak. Het is een Alfa Romeo Giulietta. Ja, je kunt er even een rondje omheen lopen. Je kunt er ook even lekker in gaan zitten als als u wil. De bekleding is mooi. Eigenlijk elk jaar gaan we naar Spanje op vakantie. Oké. Okay. Dus... Niet naar Italië. Maar ja, verder, ja, ik kan er... Wat is het verbruik? Sorry? Het verbruik. Nou ja, dat is ongeveer 1 op 15 is het. Oké. Okay. Dus... dat valt wel mee. Eén goed ding om te weten. Ik heb wel eens mensen die in de auto stappen. En die denken, waar zit hij nou? Wat is dit? En dan gaan ze moeilijk lopen doen. En dan zeggen, ja, hij zit gewoon hier. Dit is wat het is. Ik kan er nog...
van alles over vertellen. Ik kan vragen beantwoorden, maar we kunnen ook een rondje maken. Helemaal goed. U kunt alvast naar buiten lopen. Ja. Ik heb het idee dat ze wel denken dat ik weet waar ik over praat, weet je wel. Ik schat mijn kansen wel redelijk in bij deze mensen. Ik vind altijd dat je eerst een klant rond moet laten kijken. Ja. Dat je verder gaat. Heel eerlijk, het is een stijl, het is een wat oude stijl, dus die zijn wat goedgeloviger misschien, weet ik veel. Ik zou een proefrit laten maken op het moment dat ik zeker weet dat de klant echt geïnteresseerd is. Ja. En dat weet hij niet. Ja. Ik vind het wel echt fucking leuk. Ik ben aan het lullen, jongen, over auto's en dingen en motoren en types en verbruik en smijl. Ik heb geen idee waar ik het over heb. Het was een korte impressie, maar als jullie Mike een cijfer moeten geven. Maar ik ben wel enthousiast. 6-7. Ja, zeker 8-7. Jawel, 7 nog wel. Ja, ik voel me ook een beetje moe. Hallo. Deze mooie woensdagmiddag. Ik ben Nico Bos. Dag, aangenaam. En, Mike. Mike. Aangenaam. Nico. Mijn zoon, mijn zoon heeft hier interesse in een bepaalde auto. In die bepaalde auto? Dat ik hoop dat het een Italiaans is. Ja. Een Alfa Romeo. Ja. Ja. Nou, als u even om u heen kijkt, dan zien we wel een aantal Alfa Romeo's staan. Ja. Goed. Dit is de auto. Dit is een auto. Dit is een auto. En ja. Waar houdt hij van? Houdt hij van een beetje sportief? Zeker van sportief. Beetje snel. Ja. En snel. Ja. Ja. En qua kleuren, wat zijn zijn voorkeuren? Donker. Donker? Ja. Alleen in auto's of ook qua vrouwen? Interieur heeft hij ook liever donker. Oké. Okay. Ja. Okay. En qua vrouwen, dat maakt het niet uit? Hij heeft ook een donkere vriendin. Dan is dit een hele mooie auto. Ja. Dit is een Alfa Romeo Giulietta. Sommige mensen zeggen Giulietta, maar dat zijn meer echt de Hollanders die dat zeggen. Dit zijn, mocht u afvragen wat dit voor puntjes zijn? Sensoren volgens mij. Inderdaad, parkeersensoren. Ja. Dus dat is altijd fijn. Zeker. Zeker als je ergens in moet parkeren. Dan zijn, daar komt de naam ook vandaan. Ja. Parkeersensoren. Ja. Zullen we even gaan zitten? Ja, is goed. Kijk, je zit hier. Hier zit een hele. Ga ik heel even hier al tussen de benen. En even print u naar. Even kijken. Naar voren of naar achteren? Ja, hij moet beide kanten op. Wilt u naar voren? Is dit zo goed? Nou, zo zit hij goed. Oké. Nou, zit hij meteen goed. Oké. Jij zit er. Trouwens, uitstekend. Oké, ga ik heel even de deur dicht doen? Ja, is goed. Heeft u. Hey. Ik heb hem gewoon in de auto gezet en hij zit nu stil en hij doet niks. Het gaat gewoon best wel redelijk. Dus ik heb wel het idee dat ik gewoon, als ik er nog meer bovenop gooi, weet je wel, nog meer dit, nog meer dat, een beetje ongemakkelijk maken, een beetje domme grapjes maken. Ik wil kijken hoe ver ik kan gaan. Als ik dan echt zo'n foute autoverkoper word, of het dan alsnog geloofwaardig is. Dus ik ga hem weer opzoeken. Ik doe gewoon even alsof ik aan het bellen ben. En dan. Hey Daniel! Nou ja, ik kan het wel even tegen Sam vertellen. Sam, Daniel kan over 2 weken. Is dat te laat? Oké. Okay. Ik ga hem heel even naast u zitten. Dit is een auto op elektriciteit, ga ik vanuit. Dit is geen auto op elektriciteit. Oké. Okay. Er zit wel elektriciteit in. Ja. Omdat u wil natuurlijk radio luisteren. Ja. En het dashboard kunnen lezen. Dat klopt. Het is dus een benzineauto. Ja. Ja. Oké. Okay. En deze camera, waar is die voor? Want die zie ik normaal gesproken niet. Nee, dit is een dashcam. We hebben best wel te maken met diefstallen de laatste tijd. Ja, dus we zijn iets voorzichtiger wat dat betreft. Dat is op zich hartstikke goed. Verder, een sportstand zit erin. Ja. Dan is het stuur ook wat minder soepel. Ja, ja. Komt omdat je dan wat meer kracht moet zetten. En dat is eigenlijk alleen maar voor het gevoel. Ja.
van racen. Ja. Mocht u verder nog vragen hebben over de auto zelf of zo of binnen, dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. Maar ik vind het altijd belangrijk om even te vragen hoe die zit. Dit zit gewoon goed. En als je lange afstanden moet rijden, dan denk ik dat je hier heerlijk in kan vertoeven. Dat dacht ik ook. Ja. U had het niet beter kunnen zeggen. Ja. Qua profiel zit het goed. Het is 4,5 mm. Dus dat zijn, wat betreft profiel hoeft u zich daar helemaal niet druk over te maken. En wat ik zelf onwijs gaaf vind, zijn giraffes. En wat bedoel je daarmee met giraffes? Nou, gewoon de dieren. Dat vind ik gave dieren. Ja, ja. Maar de vellen zijn, mag er ook zijn. Het zijn, je zou ze bij wijze van spreken eruit kunnen trekken, 5 pilsjes erin kunnen zetten en dan kun je... Ja, je bedoelt overdwars neerleggen, op de tafel, of een tafel van maken. Juist. Ja, ja, op die manier. Dit valt me altijd op, je kan er veel in kwijt. Ja. Ik zeg altijd maar zo, hè? Ik heb geen mensen over de zeik, maar wat er wel in past is een lijk. Deze gaat... Even kijken, ik heb hem nog niet los. Ja. Zo, en dan gaat hij ook. Juist. En dat is moet je voorstellen dat je er tegenaan loopt en dat je dan op de grond... Dit wil je natuurlijk niet. Nee. Dus en dan krijg je... dan wordt het weer... dan gaat het weer... Nee, want ik heb hem toen 3 keer gestoten. En dan heb je de muurwagen. Dit is een hele mooie wagen. En met een mooi logo erop, zo'n klavertje 4. Kom, we gaan even naar buiten. Ja. Deze man, zo'n lieve man. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het echt veel te leuk. Deze man gaat nu een proefritje maken met Sam. Ja. Dan gaat hij me vertellen wat voor cijfer hij me geeft. Maar ik vond deze zo lekker. En wordt u goed geholpen door Mike? Ik word uitstekend geholpen. Als ik een vraag stel, dan... geeft hij een goed antwoord? Ja. Autoverkoper Mike, de meest ongemakkelijke autoverkoper die er is. Wat vindt u ervan? Wat voor cijfer zou u hem geven? Als hij me nog een voldoende geeft, dan is het echt veel te makkelijk. Ik zou hem op dit moment een 7 geven. Oké. Okay. Dan kan iedereen auto's verkopen. Mike, Sven. Sven heeft hier een hele tijd gewerkt. Oké. Okay. Mike is nu weer begonnen, zaterdag volgens mij. Wow. Zaterdag is deze dag. Maar ga je leren? Ja, ik denk wel dat ik redelijk wat kennis in huis heb, anders mag ik hier denk ik niet rondlopen. Oké. Okay. Sven, zeg het maar. Zeg het maar. Ja, wat? Een 5-deurs auto. Een 5-deurs auto. En dus je jou aan het verkopen? Je ziet er, je ziet wat er voor je staat natuurlijk. Een 5-deurs auto. Ja. En geen gezinswagen. Nee. Dacht ik zo. Giulietta, ja, die heb ik... Wat zit erin? Was dat nou een pakket of een distributie? Weet je dat? Dan moet ik hem even voor bekijken. Deze is met een ketting toch, Sam? Deze is met een reply. Oh. Dan haal ik hem door de war. Hij is allemaal een ketting. Wat is het nou? Is het nou een ketting of een... Ja, wat loop je nou te zeggen allemaal, man? Is het nou met een ketting? Het is wel met een riem. Is met een riem? Ja, het is 1750. Een riem of ketting? Er zit een riem in. Okay. Ja. Ja, je kan het bekijken, maar ik heb het idee dat je er zelf veel verstand van hebt. Nou, niet veel, maar ik probeer wat wijzer te worden. Dus ja, ik kan alle vragen beantwoorden die je hebt. Ik wist alleen even niks van de ketting of van de riem af. Dat was even, maar dat was een beginnersfoutje. Ik ben hier nog maar sinds zaterdag natuurlijk, hè. Oké, Houston, we got a fucking problem. deze knakker, Sven heet hij, weet veel van deze auto's af. Ik weet er niks van af. Ik ben het echt een eigenwijze Mongool aan het worden. Ik moet even rustig aandoen. Het ging net zo goed. Nou ja, ik kan er niet anders... ik kan er niks anders van maken. Nou, ik weet even voldoende, Mike. Hoe vond je hem? Ja, ik vind het best leuk, maar ik krijg een beetje verwarring van wat je allemaal zegt. Dus, hoezo? Het is toch gewoon een... het is toch gewoon een vroom... Zie je je vrouw? Beeld vroom.
Ja, kijk, ik zie mijn rijtauto, maar ik weet de goede auto. Je vertelt allemaal van die dingen. Ik denk, nou ja, ik begin een beetje te kijken. Elke auto heeft natuurlijk wel zijn dingetjes en daar mogen we ook gewoon eerlijker zijn. Wat kost een auto? Eerlijkheid duurt het langst. Ja, klopt, maar je moet ook een goed gevoel ergens bij hebben. Hè? Ja, hoef je geen. Zullen we even een testritje maken? Nee, joh, dat ben ik nu nog niet van toe. Maar dan kun je even voelen hoe die. Nee, dat hoeft niet. Nee. Ik wil nog wel vandoor. Maar ik probeer het beste te doen, maar je vertelt allemaal samenhangen wat dingen. Nou, dan gaan we. Misschien gaan ze even ruzie hier weg. Nee, daar ben ik ook niet van. Nee, okay. Zou je graag een hand willen geven, Sven? Dankjewel. En wellicht het ziens. Ik loop wat van mij. Ja, dat is goed. Ja. Okay. Ja, ik draai die cilinders nog even aan. Is het oké? Oké, ik zal een beetje in te houden bij je, maar gewoon verkopen, dat slaat toch nergens op? Ik heb het zelf verleden, deze gast. Hij loopt een beetje uit zijn nek. Ja. Ja. Daar kan ik gewoon niet tegen. Hij is een proefrit gemaakt. Wat geef je voor cijfer? Ja, cijfer. Ja, wat moet je zo'n jongen geven? Oh, ik dacht dat het zo goed ging. Maar ik heb een slecht gevoel bij deze gast. Ja, een 2 misschien, maar meer ook echt niet hoor. Nee. En leren, ik zou hem gewoon vol 5 naar huis sturen. Ja. Hij is niet echt. Ja, hoe bedoel je? Gewoon niet echt? Nou, dit was niet echt. Ik bel je zeker. Ik ben dat verhaal. Want, hey. Zou er echt bezig zijn geweest. Maak je geen zorgen. Ja, is goed. Het komt goed. Ik bel je zo. Ja hoor, autoverkoper Mike is nog steeds represent en ik leef. We hebben alle cijfers van alle slachtoffers op een hoop gegooid. Daar het gemiddelde van berekend. Ik denk dat ik het wel aardig heb gedaan. Ja, boy! Autoverkoper Mike, tot uw dienst. Oké, ik ben tevreden. Ik ben tevreden met het eindcijfer. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Mocht je nou denken, hey, dit beroep is leuk om te checken of je het kan doen alsof, terwijl je er geen reet verstand van hebt. Laat het dan even weten in de comments. Check jullie volgende week. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer.